Ja. Welkom! Voilà. Ja. Welkom op de Gentrepreneur Week. En dit is al de tweede workshop. Ik herken er een paar van deze ochtend al. Dus super, dat is een hele week dus. Elke dag twee workshops. En vandaag gaat het over ondernemen met impact, samen met Georgina. We hebben enkele afspraken die we, als je nog gaat komen, elke keer gaan herhalen. Is dat je je video aanzet, omdat dat wel voor workshopgevers niet zo aangenaam is om te praten tegen zwarte schermen. Uw micro uit, in het meeste gevallen, hè, omdat we dan geen rare achtergrondgeluid hebben. Uiteraard, als je een vraag stelt of geantwoord op een vraag, zet je micro natuurlijk gewoon aan. Je kan vragen stellen in de chat al tussendoor. Er zal zeker ook ruimte zijn om vragen te stellen na de presentatie. En als Georgina de ruimte geeft om vragen te stellen, moet je die uiteraard ook nemen. De sessie nu wordt opgenomen, dus jullie zijn in beeld. Natuurlijk niet zo groot, maar we zetten dat dan achteraf nog op ons YouTube-kanaal, zodat we ook nog kunnen terugkijken en andere mensen kunnen dat dan ook nog bekijken. En de slides die Georgina gaat tonen, gaan ook nog ter beschikking gesteld worden. Dus daar gaan we ook nog terug naar kunnen kijken. Voilà, dat zijn de afspraken. Als iemand daar nog opmerkingen op heeft, is het de moment. Ik geef jullie nog graag een klein Zoom live hackje mee. Sommige mensen kennen Zoom misschien heel goed, anderen misschien wat minder. Maar als je, zoals mij, graag als je naar een sessie kijkt, zowel de presentator als de spreker, de presentatie als de spreker goed in beeld wilt, dan is er een klein trucje om dat zo'n beetje te doen naar uw goesting. Dat is namelijk uw view aanpassen. Dat is rechts in uw bovenhoekje, zie je daar view, en dan kun je kiezen dat je het wilt zien. En dan heb je side-by-side speaker, en dan zie je de presentatie en de spreker naast elkaar. En dus niet iedereen, maar echt alleen die twee. Dus dat kies je dan dat je zelf wilt. Dan krijg je al dit beeld van mijn prachtige collega Evelien en hun presentatie. En dan moet je ook even kijken. Je hebt dan van boven het midden View Options Zoom Ratio. En daar kun je dan Fit to Window klikken, zodat de presentatie ook mooi in beeld komt en dat je hem volledig ziet. En dan als laatste stapje kun je ook hier, ga je dan normaal gezien zo een balkje zien dat je kunt aanschuiven, waardoor dat je kunt kiezen of dat je de presentatie groter of kleiner maakt en dus het scherm van de spreker ook groter of kleiner. En zo kun je het helemaal aanpassen naar dat je zelf het aangenaamst vindt. Dus dan kies je maar zelf wat je handig vindt, maar dan weet je dat je dat kunt. Voilà, het laatste dat ik nog wil zeggen is een kleine vooruitblik. Op 3 mei organiseren wij weer Experts in the House. Dat is normaal 2 keer per maand. Dan zitten er een aantal experts samen online om op jouw vragen te beantwoorden. Dus dan kun je 1-op-1 advies krijgen. Bekijk dat zeker als je dat interessant vindt. En op 10 mei gaan onze Gentrepreneur Awards door onze live show. Eigenlijk 1 adres, onze Facebookpagina voor al onze opkomende evenementen. Moest je daar nog vragen over hebben, moet je mij ook altijd in de chat stellen, uiteraard. Oké, ik ga niet meer tijd nemen dan dit, want het gaat uiteraard over ondernemen met impact vandaag. Dus ik zal al stoppen met delen. Dus dan geef ik heel graag al onmiddellijk het woord aan Georgina, die ons mee zal nemen in de wereld van ondernemen met impact. Voilà. Oké, eerst en vooral, het kan zijn, mijn computer is een klein beetje brak, dat ik af en toe ga wegvallen, maar dan moet ik wel een keer heel luid roepen, zie dat ik niet verschiet, maar dan ga ik er direct iets aan doen. Ik heb weer een micro naast mij klaarstaan, als het moet. Ik ga eerst even mijn presentatie delen, dan kan ik mezelf ook zo'n beetje formeel gaan voorstellen. Ik ben Georgina Kokker. Ik werk al een tijdje in de Impact First sector. Dat is een beetje een beetje een schone naam voor gewoon bedrijven die met impact maken bezig zijn. Ik run tisanu.com. Ik werk bij Timi, maar dat zegt jullie misschien nog niet zoveel. Maar wat interessant denk ik, is dat ik eigenlijk al 3 à 4 jaar lang samenwerk met allerlei jonge studenten die ondernemen. Maar voornamelijk ook iets grotere bedrijven die echt met impact ondernemen. Zoals Too Good To Go, Bolt Energie, Cricket. Er zijn er heel wat. Ik hoop dat Too Good To Go jullie misschien wel iets zegt, want ik weet dat die bij studenten wel vaak dat vaak nog populair is. Maar ik snap dat ook wel bij mij ook. Ik ga mijn presentatie met jullie delen. Oh, dat is al te snel. Ik heb er een beetje een naampje, ik heb er een naampje aan gegeven, hè. Waar zit jouw verschilmaker? Omdat eerlijk, dat is zo. Wat ik gewoon merk is, er zijn zoveel jonge mensen die zeggen van ik wil een bedrijf starten, maar ik wil meer doen dan gewoon een product verkopen of een dienst gaan verkopen. Ik wil echt wel een verschil maken in die mensen hun leven of met mijn bedrijf een verschil maken. Dus wat gaan we eigenlijk een beetje naar op zoek gaan? De volgende 3 kwartiertjes, een uurtje, is naar
hoe dat persoonlijk kunt doen. Hoe dat met uzelf kunt doen. Alright. Waarom is dat ook belangrijk? Ik denk dat het woord ondernemer, of wat het dan juist is, enorm is veranderd met een paar jaar geleden. Een paar jaar, ik spreek over 10, 15 jaar geleden misschien, toen we misschien nog in de lagere school zaten. Vroeger werd er eigenlijk als ondernemer of als bedrijf één ding van u verwacht. En dat is dat je voor je mensen dat je veel jobs ging gaan voorzien, dat je veel geld ging verdienen, dat je binnen een bepaald bedrijf promotie kon maken. En misschien als bedrijf kon je dan kiezen om dingen te gaan sponsoren. Hè. Je kon bijvoorbeeld, hè, denk aan de Kroki Cup of zo, de Kroki Chips gaat de voetbal sponsoren. Dat zijn zo de dingen dat bedrijven deden en ja, nog altijd doen. Maar mijn manier van ondernemerschap is wel echt veranderd. Want nu bijvoorbeeld ook als ondernemer of als bedrijf, je krijgt veel meer kritiek, je krijgt hoge bomen vangen veel wind. Er wordt echt van je verwacht dat je eigenlijk ook maatschappelijk winst gaat maken. Dat je er voor meer bent dan enkel en alleen van oh, ik ga centen verdienen, ik ga mensen eigenlijk te werk stellen. Er wordt eigenlijk van je verwacht dat je goed gaat doen en dat mensen ook op je kunnen rekenen. Dat gaat ook verder dan enkel welk product of welk dienst dat je gaat aanbieden. Hè. Dat is ook hoe je met de mensen intern gaat werken. Bijvoorbeeld ja, de work-life balance, dat is een hele belangrijke. Hoe dat je intern met je mensen aangaat, hoe dat je gaat communiceren bijvoorbeeld, gaat die betrekken, zijn het transparant. Dus sociaal ondernemen en verschil maken voor een ondernemer of voor een bedrijf is veel meer dan enkel alleen ik ga een product verkopen dat goed doet. En het is vooral dat we gaan bekijken. We gaan dat heel breed gaan aanpakken. En we gaan vooral naar de verschillende facetten kijken, zodat je echt dingen er kunt uithalen dat je zegt, voilà, dit is nu relevant voor mij. Hier kan ik echt als een startende ondernemer mee beginnen. Of misschien kan ik mijn bedrijfsmodel, businessmodel nog een klein beetje aanpassen om het nog intensiever te maken. Goed? Allee, gaan beginnen. misschien, ik heb het juist al heel kort voorgesteld. En misschien is het wel niet slecht om even ja, heel duidelijk te zeggen wat ik juist doe. Ik ben een ondernemer, nog niet zo lang een ondernemer, by the way. Ik heb enkele weken geleden pas officieel mijn bedrijf opgericht, Fanau Branding. Ik heb Nieuw-Zeelandse roots, waar ik wel, mijn papa is van Nieuw-Zeeland. En in Nieuw-Zeeland is toch al heel gewoonlijk om met heel veel aandacht voor het milieu, heel veel aandacht voor de planeet en ook voor de mensen heel inclusief te gaan werken. Mijn ouders zijn ondernemer geweest, hebben dat daar binnen hun bedrijf gedaan. En dat is dus een beetje met de paplepel meegegeven aan mij eigenlijk. Je kent mij misschien van tisanu.com. Dat is een online netwerk, een platform eigenlijk, waar dat impactondernemers het woord krijgen. We organiseren daar sessies, bijvoorbeeld met die van Too Good To Go, maar ook heel veel studentondernemers via entrepreneurs, zoals Wave 13, is ook al bij ons. Die heeft al een verhaal gedaan. Omdat we eigenlijk vooral willen tonen met tisanu.com wat dat impactondernemen kan zijn. Wat dat duurzaam ondernemen zoal kan zijn. Om nog meer mensen eigenlijk in gang te steken, dat ze dat later misschien ook gaan doen. Want dat is voor mij echt de manier om de wereld te veranderen. Dat klinkt zo cliché. Maar alleszins te verbeteren. Omdat het is zo'n groot verschil met we gaan de politiek gaan rekenen, of we gaan de politiek gaan wachten, of ik steun wel een goed doel met 5 euro's in de maand. Ik ben veel meer van het principe, doe het zelf. Kijk naar hoe dat jij een impact kunt maken en begin eraan, niet wachten op de rest. En dat is wat tisanu.com eigenlijk doet. Terwijl gaan we een gsm hier. Ik werk bij Timmy part-time. Dat is laten we zeggen een scale-up, een groter bedrijf in Gent. Die werken samen met studenten eigenlijk. En die gaan studentenjobs met impact gaan aanbrengen. Bijvoorbeeld dan kan je gaan bellen of gaan werken voor Too Good To Go, voor Bolt Energie, voor WWF, voor toffe bedrijven en organisaties die een verschil maken, laat mij zo zeggen. En dan leren ze u hoe je met je moet verkopen, zo toch wel die belangrijke skills als startende ondernemer. En dan zie je daar ook het logootje van Artevelde staan. Ik moet daar niet te veel van denken. Zeg. Ik heb gewoon 2 of 3 keer eens gastlessen gegeven aan Artevelde, maar ik vind dat wel cool om dat erbij te zetten. Yay me, please. Het belangrijkste is eigenlijk gewoon dat ik enorm gepassioneerd ben door ondernemen met impact. En dat ik de afgelopen paar jaar heb samengewerkt met
fantastische mensen waar ik al heel veel van heb geleerd. Dus ik heb vandaag een beetje geprobeerd om wat heb ik geleerd, wat heb ik al zelf ontdekt en welke tools zijn wel handig om te weten. Wat heb ik zelf gemerkt, waar ben ik zelf al op gestoten, die twee dingen eigenlijk te gaan combineren en dat elk aan jullie te gaan vertellen. Het is een beetje een eerste hulp bij impact ondernemen. En het gaat geen gids zijn dat je morgen eigenlijk als sociale onderneming misschien klaar gaat staan. Een klein beetje meer werk dat daarvoor nodig is. Misschien zijn jullie bekend met zo de drie P's, people, profit en planet. We gaan verder gaan dan dat. Want dat is enorm basis. Dat stond in mijn boek. Dat stond in mijn boek aan de universiteit 8 jaar geleden. En dan was dat nieuw. We zijn verder dan dat ontgaan. We gaan impactanalyses doen, noem maar op. Maar ik ga jullie vooral hopelijk de kans geven om goed te doen. Dat zou echt fantastisch zijn natuurlijk, als ik dat kan meegeven. Mochten er vragen zijn over wat ik doe, of als je zegt van ik wil misschien wel in contact komen met je netwerk, laat het altijd weten. Op het einde gaan we ook echt... Stel je vragen, maak mopjes, anekdotes. Ik help heel graag. Maar goed, 100 aan begin niet. Als het meegaat, natuurlijk. Over wat we gaan babbelen. Misschien eerst een toffe quote. Die stond ook op... ik denk, Lopke, misschien was dat uw idee. If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito in the room. Bruh. That hit hard. En dat is van de Dalai Lama, by the way. Dat wist ik zelfs niet. Ik dat moeten opzoeken. Jee, lama's. Oké, even super kort. Waar zit uw verschilmaker? Je bent klein, je bent net begonnen, maar je kunt wel echt een verschil gaan maken. We gaan een fundament gewoon leggen, de basis gaan scheppen. En eigenlijk gewoon zelf gaan kijken hoe dat jij impact kunt maken. Ik gebruik, by the way, heel duidelijk het woord impact maken, dat je heel breed kunt maken. En ik ga niet altijd duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zeggen. Want... Dus we gaan gewoon doorgaan. Over wat gaan we concreet gaan babbelen? De waarom, hoe, wat, van waar komt dat eigenlijk, dat sociaal ondernemen, dat impact maken? Wat is dat juist? Gewoon opnieuw even die basis leggen, zodat je wel echt weet waar dat je het over hebt en op wat dat je kunt gaan focussen. Ik ga met jullie een keer een impactanalyse doen. Ik ga die natuurlijk niet voor elk bedrijf apart kunnen maken, maar dat is eigenlijk een soort van gidsje dat ik heb opgesteld van... Welke vragen kan ik mezelf stellen? Hoe kan ik mijn eigen zaak een keer onder de loep nemen? Om echt een keer te kijken van, oké, wat kan er beter? En wat doe ik eigenlijk al heel goed? Ik ben een merkstratege, een impact first merkstratege. Dus ik ga heel vaak vanuit het oogpunt als marketeer of communicatieofficier. Of ja, vanuit het strategie eigenlijk vaak gaan kijken. Dus ik ga jullie ook eens voorstellen aan de verschillende soorten impact brands en op welke dat misschien bij jou kan passen dan. En dan op het einde natuurlijk, ik ga superveel ruimte maken voor vragen en opmerkingen. Ik hoor heel graag mopjes, als je tijdens ding wat goede mopjes weet, schrijf ze op, ik wil ze op het einde horen. Goed? Maar ik heb het echt al een kwartier aan een stuk gewoon monologen. Allee, we zijn deur. Goed. Ik kan, by the way, de chat even niet zien, want ik zit op full screen. Dus roep maar. Ik heb er tijd voor. Waarom? Waarom impact ondernemen? Waarom is dat belangrijk? Ik hoop dat jullie de volgende paar merken alvast kennen. Too Good To Go heb ik al eens vernoemd. Bolt Energie. Misschien is dat een klein beetje uit de leefwereld. Bolt Energie is een Belgisch Brussels bedrijf. Die een beetje zwaar tegen de schenen aan het schoppen zijn van Engie en van Mega en al die grote energieleveranciers die keiveel groene energie aankopen uit het buitenland en zich dan voordoen als de meest groene energieleverancier, terwijl zo werkt het niet. Bolt gaat eigenlijk lokaal energie gaan produceren met de hulp van... Bijvoorbeeld ik ben een lokale energieproducent, een mini-opwekker, want ik heb zonnepanelen, dus ik kan mijn elektriciteit ook op het net zetten. Tony's Chocoloni, die moet erop. Ik krijg altijd honger als ik al naar hun logo kijk. Maar dit zijn voor mij drie heel goede voorbeelden van impactondernemers. Drie verschillende dingen. Voedselverspilling tegengaan, energie opwekken, chocolaat verkopen. Drie verschillende dingen, maar ze hebben het zo hun eigen gemaakt. Ze bekijken het heel circulair.
Ook binnen het kantoor gaan ze kijken naar hoe gaan we met onze mensen om, hoe gaan we hen betrekken bij wat we doen en hoe gaan we met onze klanten spreken. En zij drie doen dat eigenlijk heel erg goed. En met twee van de drie heb ik ook al samengewerkt. En misschien volgend jaar ook met Toys Chocoloni. Yes. En daarom heb ik ze ook als voorbeeld dat opgegeven. Wat is er nu belangrijk aan? Ik heb, by the way, ook al mijn notities uitgeschreven. Het is zo paperless friendly. Dat zo denk ik. Nooit vergeten. Ah, dat wou ik wel nog zeggen. Staat hier ook aan. Staat hier ook bij. Ik denk dat impact ondernemen of de opkomst van al die duurzame organisaties of bedrijven, dat hangt zo hard samen met die nieuwe generatie dat nu aan zet is. Om te weten waarom dat die sector zo snel aan het groeien is, 10% per jaar, dat is enorm, enorm snel, kun je eigenlijk kijken naar wie zit er achter die bedrijven. En kijk ook even gewoon naar in het algemeen wie dat die bedrijven volgt op Instagram bijvoorbeeld. Dat zijn altijd bijna jonge mensen. 35 jaar, 25 jaar, 15 jaar, millennials, zillennials, Generation Z, noem maar op. Het is bewezen, ze hebben een onderzoek naar gedaan dat meer dan 94% van onze generatie, ik ben zo oud niet, als je aan hen de vraag stelt, waar wil jij je tijd in steken, waar wil jij werken, wat wil jij doen met je leven, dat 94% ook een antwoord geeft van, ja, iets impactvol, iets dat, something that matters. En wat dat is voor iedereen anders, maar we willen ons bezighouden met dingen dat gewoon nuttig zijn en dat de wereld misschien een beetje beter maken, dat je als je de avond in je bed ligt, dat je zegt van, oh, dat was nuttig, ik heb iets gedaan dat eigenlijk telt. En dat die trend zet zich dan ook wel verder tot ondernemers. Want bijvoorbeeld tijdens corona, ik heb het daar met Lopke zelfs een paar maanden geleden nog over gehad, tijdens corona, er zijn nog nooit zoveel studentondernemingen, er zijn nog nooit zoveel registraties geweest van studentondernemers als tijdens corona. Als je dat vergelijkt met de jaren ervoor. En als je dan een keer kijkt naar wat al die organisaties en bedrijven zijn, keiveel ervan zijn met duurzaamheid bezig, met sociaal, met ongelooflijk veel fantastische dingen bezig. Vergelijk dat met de vorige generatie, met mensen die nu 45 of 50, dat was totaal niet aanwezig. Iedereen wou gewoon zoveel mogelijk, zo snel mogelijk centen gaan verdienen. Dus dat is eigenlijk ongelooflijk. En die tendens moeten we eigenlijk gewoon verdomme verder zetten, want zo weten we dat we goed bezig zijn. 10% per jaar groeit dat. Vooral veel jonge mensen, wat dat zalig is. Want ze doen het gewoon. Ik zie dat graag. En ook, ik heb eigenlijk een beetje onderzoek. Ik heb mijn bronnen er ook altijd bij gezet. Als je zegt, van ik zou graag een beetje meer informatie daarover willen. Want ik denk dat een van de belangrijkste trends dat daaraan heeft meegebouwd, dat vertrouwen is. Vroeger, de belangrijkste figuren in onze maatschappij, om het met die grote woorden te zeggen, dat waren politieke figuren waar we naar op keken. Misschien mensen uit zelfs religieuze figuren, ik weet het niet. Artiesten, acteurs. Oh, wauw, kijk hoe fantastisch dat zij zijn. Maar ons collectief vertrouwen in die mensen is serieus, serieus afgezwakt. En we gaan eigenlijk veel meer verwachten van bedrijven of van CEO's of van sprekers, coaches, dat zij die rol gaan innemen. Ik ben dat niet aan het uitvinden. Ik beloof het. Dit is echt, ik heb iets gestaafd. Ik ben op onderzoek gegaan en alles. Zoals dat je hier kunt zien, ah, dat is wel echt een toffe. Je hebt hier bijvoorbeeld hier, maar ik wil even iets verschuiven. 86% van mensen in 2021 zegt nee, ik wil dat CEO's opkomen. Uitspreken en zeggen als iets verkeerd is op societal issues, dingen dat lokaal gebeuren, noem maar op. We gaan eigenlijk veel meer vertrouwen, maar ook veel meer verantwoordelijkheid bij CEO's en bij grote bedrijven gaan zetten. Dat is geen trend, dit blijft maar stijgen. Dat gaat niet, denk ik, heel snel terug gaan naar hoe het vroeger was. CEO's en bedrijven, we gaan heel kritisch zijn naar hun en we gaan ook veel meer vertrouwen en verantwoordelijkheid bij hun leggen. Hier zeg ik opnieuw. Vroeger hadden we, als we dachten van we gaan maatschappelijke problemen of wereldproblematieken gaan oplossen,
De overheid zal dat wel doen. De Europese Unie zal zich daar wel om gaan bekommeren. Misschien zelfs een NGO. Kijk naar het Rode Kruis en UNICEF. Wow, 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 fantastisch. Die gaan dat allemaal doen. Is dat? Is dat gebeurd? Afgelopen zoveel jaar? Prachtige dingen gedaan. Ik heb heel lang ook voor NGO's gewerkt. Maar dit is wel een belangrijke. Sinds een paar jaar geleden is dat dus compleet eigenlijk geshift naar bedrijven. Dit gaat over vertrouwen. En by the way, dit gaat niet over doelstellingen, doen ze het niet. We vertrouwen gewoon veel eerder de businesses dan dat we bijvoorbeeld nog de overheden of de NGO's het doen. En dat vind ik toch wel een belangrijk verschil met de afgelopen paar jaren. En dat blijft dus eigenlijk maar stijgen. Hè? CEO's should step in, CEO's should take the lead, bla bla bla. En we gaan maar eigenlijk verder. Politiek laat een leegte achter. Met de politiek, ik weet dat klinkt super veralgemenend, hè. Maar burgerparticipatie wordt sterker. Ach, ik kan zo blijven verder gaan. Ik denk dat dat een beetje duidelijk is natuurlijk. NGO's, we vertrouwen het niet meer even hard. Wel grappig als je kijkt, waar vertrouwen het niet meer? De UK, Italy, Germany, Japan, Belgium, de Netherlands, dat stijgt, dat daalt allemaal een beetje. Maar waar wordt het dan wel vertrouwd? Bijvoorbeeld, ja, Maleisië, Singapore, Kenia. De landen natuurlijk waar de meeste NGO's ook het meeste werk uiteraard doen, waar ze met hun eigen ogen het verschil zien. Maar hier in West-Europa, of in de zogezegde ontwikkelde landen, of wat dat ook zou betekenen, gaat ons vertrouwen in de typische organisaties die de wereld zouden moeten beter maken, eigenlijk erop achteruit. Dat is wat je moet weten. Voilà. Dit komt eigenlijk weer op hetzelfde neer. Het enige wat ik er wel interessant van vind, is de media. Media ook minder en minder vertrouwen in. Journalisten, we vertrouwen ze niet meer even sterk als zoveel jaar geleden. Dat vind ik ook wel een belangrijke ontwikkeling. En misschien ook niet altijd een juiste natuurlijk. Maar zeker iets om over na te denken, alleszins. Bedrijven zijn de toekomst. De rest een beetje naar beneden. Voilà, dat is de basis. Dat zijn de enige cijfers die ik mee heb, want ik kan eigenlijk zelf niet zo goed om mijn cijfers. Maar bij deze, ik heb het gezien, ik heb het niet uitgevonden, ik heb niet gelogen. Dat staat echt online. Nee, ik heb het niet gedaan. Misschien een andere term dat wel interessant is. Maatschappelijke winst. Meestal als ondernemer laat je die maatschappelijke ervan tussendoor en focust je vooral op winst. Of op omzet. Want wat wil je doen natuurlijk, dat is de kosten geraken. En dat ze ervoor zorgen dat je je product kunt verkopen of je dienst. Dat je klanten gaat hebben en noem maar op. En een sociale onderneming gaat daar eens een woordje aan bijvoegen. En gaat zeggen, wij willen maatschappelijke winst. Ervoor zorgen dat er maatschappelijke winst eigenlijk komt. Wat wil dat zeggen? Ja, wat is het verschil tussen een standaard onderneming, winst of profit only. En een impact onderneming. Eigenlijk ook een NGO, is wij gaan maatschappelijk eigenlijk gaan denken. Voor ons is het niet voldoende dat we centen gaan verdienen. Centen en winst is voor ons een middel en niet het doel. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Ik heb ook zo wat drie dingetjes samengevat voor wat kunnen we echt verwachten van een sociale of een duurzame onderneming of een MVO. Dat maakt zijn eigen inkomsten. Dat is het grote verschil tussen bijvoorbeeld een goed doel. Een goed doel krijgt subsidies of krijgt giften. Hè, van een of andere rijke people die zegt van, oh, hier, alsjeblieft, save the rainforest. Zij krijgen giften van mensen. Zij moeten gaan vragen aan mensen om actief te steunen. Een sociale onderneming of een impactonderneming, dat is winstgevend. Hè? Die gaan dingen verkopen, die gaan dingen doen. Die gaan zelfredzaam zijn. Die gaan heel, heel, heel weinig subsidies aannemen. Die willen eigenlijk zo onafhankelijk mogelijk blijven. Zodat die ook hun eigen ding kunnen blijven doen. En nooit afhankelijk zijn van een overheid of van een... is dat wat ik bedoel? Die werken marktgericht. Eigenlijk is dat kapitalisme. Voilà. Maar misschien wel een klein beetje verbeterd dan. De sociale behoeften. Dat heb ik hier eigenlijk gewoon van MVO Vlaanderen gepakt. Mannen, ze doen dat door een sociaal probleem of marktfalen op te lossen, in te perken. Het is logisch, hè? We gaan gewoon, ons bedrijf bestaat erin, of onze onderneming bestaat erin, om iets in ons persoonlijk leven of voor onze planeet te gaan oplossen of te gaan verbeteren. Simpel. En dan inderdaad is er nog een code van principes
waar dat je als impactonderneming aan moet houden. En ik kan er ook heel snel doorgaan, want uiteindelijk is dat misschien. Hè. Impact first, wat beloven die? We gaan transparant werken. We gaan correcte informatie verspreiden. We gaan open zijn. Alles dat we doen van onze impact gaan we meten. We zeggen niet zomaar iets, het is meetbaar. Het is heel gemakkelijk het is heel gemakkelijk om die informatie terug te vinden, snap je? Het is niet zo Het is heel erg transparant en open. Implementatie, dat kun je... Dat is eerder zo... dat je bijvoorbeeld echt zegt van, dit is onze missie en we gaan dat goed doen. Maar je hebt bijvoorbeeld... ik heb een perfecte voorbeeld. Hebben jullie ooit al van de B Corporation gehoord? De B Corporation? Nee. Dat is eigenlijk een kijk, dat je sommige producten hebt in de winkel die bijvoorbeeld echt bio zijn. Oeh, dat was veel te laat. Bijvoorbeeld echt bio zijn. Dat je via bepaalde dingen kunt zien van, sowieso is dit vegan of bio of fair trade of noem maar op. De B Corporation is ook een soort van sticker dat je op je bedrijf kunt plaatsen of plakken. Duurt heel lang voordat je die sticker ook krijgt. Moet je heel veel voor bewijzen. Maar zo kan je eigenlijk meten, implementeren dat je echt een impactbedrijf bent. Dat is voor een vennootschap, dat is echt wel een stap verder. De financiën, wat voor investeerders hebben ze? Wie trekken ze aan? Waar gaat hun geld naartoe? Gaan ze subsidies aannemen? Niet snel. En dan de stakeholders, dat vind ik eigenlijk de leukste. Omdat een impact first bedrijf communiceert super, super, super anders met hun stakeholders, dus hun klanten, hun investeerders, mensen waar ze mee samenwerken, dan bijvoorbeeld een profit-first bedrijf. Als een profit-first bedrijf een stakeholder heeft, dan denken die natuurlijk van, ik ga hier centen aan kunnen verdienen, die gaan mij centen geven, die moeten niet alles weten. Want als ze alles weten, gaan ze misschien hun centen terugpakken. Impact-first bedrijf doet dat niet. Openheid en dialoog staan er echt centraal. En dan natuurlijk, last but not least, misschien zelfs een belangrijkste, de missie. Hè. Het staat heel duidelijk omschreven. Bijvoorbeeld de website. Waar dat ze voor gaan. Waar dat ze voor staan. En daaruit vertrekt eigenlijk alles. Dat is al wat veel informatie. Dat is eigenlijk al een beetje droog, hè. Ik weet het. En dan krijg ik vaak de vraag, is dat nu echt allemaal nodig? Moet ik echt in mijn hele visie gaan uitschrijven? En moet ik echt dit en dat? En moet ik open en transparant gaan communiceren? Wel ja, van mij wel. Dat moet. Omdat gewoon in het algemeen... Ik heb wat voorbeeldjes. Van mensen, van bedrijven die zeggen van, ik ga als Impact First Brand gaan communiceren. En dat zal niemand wel opvallen dat het eigenlijk allemaal niet echt klopt. Dat het eigenlijk niet echt in orde is. En dan krijg je echt ogen open. Dan krijg je dit. Ik weet niet of jullie dit al hebben gezien, hè, mannen. Maar echt waar. Ik zal beginnen met aan de linkerkant staat. Dat papieren flesje. Dus gigantische bedrijven, zoals Coca-Cola en Pepsi, Chauffontaine, dat is ook van Coca-Cola, sorry, zijn al jarenlang aan het experimenteren en aan het investeren in een manier waarop dat ze papieren flesjes kunnen gebruiken om op een ecologische en duurzame manier hun product te gaan verkopen. Staat daar ineens zo'n Zuid-Koreaanse sloeper die zeggen, we hebben dat al super lang uitgevonden, we hebben dat al kei lang. Natuurlijk, al die ogen op dat merk gericht. Wat, die hebben dat? Wat, dat moet je kopen? Blablabla. Ja, ene aap die zegt gewoon, maar nee, dat is niet waar. Die doet dat open, dat is gewoon puur een plastic flesje. Maar jongens, hebben die afgezien. Ik denk dat die bijna terug op het randje van faillissement staan zelfs. Onderschat uw publiek nooit. Je ziet daar zo'n heel mooi groen logootje staan. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. McDonald's, for life, sure. Die dachten, ons logo is rood en is geel en kei tof. Maar weet je, om te tonen dat we echt groen zijn, gaan we ons logo gewoon groen maken. Hebben die iets anders gedaan in hun bedrijf om dat aan te passen? Nee. Is McDonald's nu plots groen? Nee. Maar je ziet dat eigenlijk... Dat ze dat plots allemaal gaan veranderen en dat ze dan denken, zie, en nu zijn wij ook een sociale en duurzame onderneming. Was het maar zo gemakkelijk. Fiji is denk ik misschien het meest bekende voorbeeld. Hè. Want dat is alle facetten. Allee,
ik ga er geen waardeoordeel uitspreken tegen Fiji water. Als je dat graag drinkt, doe je ding. Maar uiteraard is het wel een heel belangrijk voorbeeld, omdat wat er daar bij Fiji Water is gebeurd. Ze hadden een sponsorship aangegaan met, ik denk dat het de Golden Globes was. En plots stond er in elke foto van de celebrities een meisje, een Fiji girl. Een meisje met een flesje in alle foto's erachter. En mensen zo, Fiji, wat is dat hier ineens? Alle celebrities drinken dat of wat? En mensen gaan een beetje op onderzoek. En wat blijkt gewoon, dus dat echt, dat die... Je kunt zelf een beetje opzoeken, maar dat die niet heel juiste dingen aan het doen zijn. En dat het helemaal niet zo ecologisch, duurzaam of ethisch is. Ze werken samen met staatspolitie. Allee, zwart, zoek het maar even op je eigen tijd op. Maar wat was er gebeurd? Al die bekende sociale mensen hadden een foto op de Golden Globes of whatever met Fiji op de achtergrond staan. En die wouden helemaal niet meer met Fiji samen in beeld gebracht worden, wat daar eigenlijk niets mee te maken hebben. Dus die hebben keiveel lawsuits tegen die gehad. Dat uiteraard chanske is laten vallen omdat dat overmacht was voor de foto en de sponsorship. Maar pas er dus, let er dus echt mee op. Greenwashing, want dat is basically wat dit is, zoekt gewoon de ballen. Je gaat er eigenlijk echt gewoon voor zorgen dat het werk van echte impactmakers gewoon compleet ontdoen wordt. Dat is een hele nieuwe markt, dus je brengt die in gevaar. Dat zorgt voor keiveel wantrouwen bij het publiek, zeker ook bij je klanten. Want wat gebeurt er? Je gaat eigenlijk helemaal die verstand gaan onderschatten. En hun behoefte om echt een verschil te maken gaan onderschatten en het als een trend gaan beschouwen, als iets dat er maar bij zou moeten komen. Dus let daar echt mee op, want je komt er gewoon niet mee weg. Je komt er gewoon niet mee weg. En dan heb je een vlek op je imago, op je reputatie, dat heel, heel erg moeilijk is om van je af te schudden. Dus vooraleer dat je zegt van, we beginnen naar impact ondernemen en we gaan dat sociaal en goed doen, zo begint dan klein. Ga niet direct te groot en zorg ervoor dat de manier is dat echt bij u past, dat je weet, dit is echt, dit is de waarheid. En blijf altijd op onderzoek gaan. Goed. De sociale onderneming, sociale ondernemer en een impactmaker. Ik gebruik veel liever het laatste woord, ook omdat, je zag het ook, hè, die sociale onderneming, dat is ingekaderd, hè, dat is afgebakend, zodat niet iedereen dat maar kan beginnen doen, zoals de McDonald's en noem maar op. Zodat we eigenlijk die markt echt gaan beschermen en dat vertrouwen echt opgewekt wordt. De sociale ondernemer zit daar zo wat tussen, want je kunt bijvoorbeeld ook een sociale ondernemer zijn door... heel juist en heel correct te gaan investeren, zonder dat uw bedrijf per se een sociale ondernemer is. Ik denk daarbij bijvoorbeeld heel soms aan de CEO van Tesla. Je gaat mij nooit wijsmaken dat Tesla een sociale onderneming is. Nooit. Maar Elon Musk zou je bijvoorbeeld wel bijna als een sociale ondernemer kunnen gaan beschouwen, omdat hij wel met zijn centen, Bill Gates bijvoorbeeld ook, met zijn centen enorm veel impact heeft gemaakt. Bill Gates alleen staat er op dit moment, denken ze van, dat hij eigenlijk bijna helemaal verantwoordelijk is voor het elimineren van enorm veel ziektes, omdat hij zoveel centen aan vaccinaties en vaccins elke keer te geven in Afrika. Ik geef maar een paar voorbeelden. Maar ik wil duidelijk dat verschil tussen een sociale onderneming en een sociale ondernemer, dat wel een beetje het verschil is. Ik gebruik het woord impactmaker, omdat impactmaker kan veel breder gezien worden dan enkel en alleen ik geef geld aan bepaalde dingen. Of ik ben een investeerder van dit of dat, of ik heb een onderneming dat. Impactmaker kan iedereen. Je moet het gewoon doen. En je moet er gewoon naar kijken wat dat uw manier is om impact te maken. Ik werk samen met keiveel impactvolle bedrijven. Dat betekent dat ik daarom de perfecte impactmaker ben, zoals Jonas Malisse, de founder van Too Good To Go Belgium. Nee, maar ik ben wel impactmaker. Ik mag daar wel fier op zijn. Oké, de impactanalyse. Ik ga by the way even toch een keer mijn tijd of zo. We zijn er al bijna. Het is echt niet zo lang. Het is zo saai niet. Oké, impactanalyse. Ik weet niet of iemand van jullie ooit al een keer een impactanalyse heeft gedaan binnen jullie startende onderneming of zo. Mocht gewoon even nee schudden, ja schudden. Impactanalyse, ja, nee.
Nee, oké, dat is goed. Dan ben ik blij dat ik er heb ingestoken. ik ga het proberen zo simpel mogelijk te maken. Maar ik denk dat dat vrij duidelijk is dat impact maken meer is. Maar misschien moeten we er echt een spelletje van maken en altijd drinken als ik het woord impact gebruik. Oké, nee. Lopke. Oké, misschien doen we dat na 4 uur. 4 uur. Oké. Laten we even deze 3 delen afzonderlijk bekijken. De meeste mensen denken, oké, ik ga iets goed doen voor de planeet. Dat is impact, dat is genoeg, dat is voldoende. Of dat is het enige dat dat kan betekenen. Nee. Dat is echt een continuum. Dat kan zoveel verschillende dingen zijn. Maar wat het belangrijkste is, is dat je het niet meer op 1 facet gaat doen. Dat je echt wel binnen elk facet van je bedrijf gaat doorspelen. En dat zijn de 3 segmenten die ik nu even voor jullie heb opgesplitst eigenlijk. Dat is het product of de dienst die je gaat verkopen of aanbieden. Het verhaal dat je brengt, je missie, je visie, je business. Wat dat mensen ook kunnen terugvinden over jou. En wat je intern doet. Intern met je mensen, hoe dat jij je als leider, als ondernemer opstelt. Hoe dat je businessmodel in elkaar zit. Wat is de basis van mijn bedrijfsactiviteiten? Je hebt hier dus echt 3 verschillende segmenten. En voor mij ben je eigenlijk echt pas een impactondernemer. Als je voldoende hebt gekeken naar elk van die 3 facetten. En ook voldoende tijd en actie hebt ondernomen. Om dat voor jou zo goed en duurzaam mogelijk te laten gebeuren. Alright. Ik ga er wel ook een keer piepen in mijn notas als ik iets ben vergeten. Als je vragen hebt, shoot, hè, mannen, echt. Ik heb tijd. Nee, ik heb alles gezegd. Goeie idee. Oké, we gaan er even gewoon doorfietsen. Goed, klaar? Nice. Product of dienst. Even opnieuw 3 verschillende dingen. Wat is het gevolg of wat is de impact van jouw product of van jouw dienst? Misschien verkoop jij iets in de voedselsector. Dan gaan we kijken naar natuurlijk welke keten heeft dat afgelegd. Wat zijn de ingrediënten? Maar bijvoorbeeld ook door wie werd het gemaakt? Perfect voorbeeld daarvan, Tony Chocoloni. Zij hebben gezegd, oké, wij gaan chocolade aanbieden. Maar we hebben gemerkt dat in heel die chocoladeindustrie dat er echt nog superveel moderne slavernij eigenlijk aan de hand is. Want dat is waar wij rond bestaan. Dat is wat wij doen. Dus zij gaan echt kijken naar de ingrediënten. Waar wordt het geproduceerd en door wie? En daar hebben zij hun merk en product eigenlijk rondgebouwd. Dat is echt wel een coole. Maar ze gaan verder. Ze gaan ook kijken hoe gaan ze om met hun mensen, sociaal, altijd een cirkel rondmaken. Dus dit zijn al sowieso dingen dat je even heel goed moet controleren. Ik zit bijvoorbeeld nu samen met een heel, heel toffe jonge onderneemster, Suzy, ook via de company en Gentrepreneur is die wel bezig. Zij heeft heel haar productie van haar modelijn al een jaar uitgesteld. En als je aan haar vraagt, maar Suzy, waarom begin je er niet gewoon aan? Ik zou nu al keiveel centen kunnen hebben verdiend en noem maar op. Dan gaat hij ook gewoon super eerlijk antwoorden, nee. Alle producenten en leveranciers zijn allemaal van mensen in China waarvan ik echt niet weet hoe dat product wordt gemaakt. Ik weet het niet, ik voel hem niet, het klopt volgens mij, het is echt niet ethisch. Dus die wacht, dat is echt een moeilijke beslissing om te maken, denk ik. Totdat ze een leverancier heeft gevonden die 100% ethisch en ecologisch haar product kan produceren. Die stelt dat uit. Ik ben nu een beetje met haar aan het samenzitten om een keer in mijn netwerk te duiken om te kijken of we haar misschien verder kunnen helpen. Maar dat is dan een heel belangrijke. Wat is het gevolg of de impact van de dienst of het product dat jij verkoopt? De leveranciers, wie levert of maakt die product? Hoe behandelen ze hun werknemers? Kijk daar maar een keer naar. Stel daar maar een keer vragen over. Zeg, en is dat daar en dit en dat? En de meisjes, hoe werkt dat daar? Ah ja, oké. Altijd belangrijk, zeker als je in het buitenland gaat produceren. En dan natuurlijk je keten, hè. Korte keten, lange keten, moet je dat juist naar elkaar. Ook wat ik altijd een belangrijke vind, is misschien dat je ooit zelf op het moment gaat komen waar dat je een investeerder nodig hebt. Of bijvoorbeeld dat je zelf gaat investeren in een ander product of in een ander bedrijf. Misschien is dat moment er al veel sneller dan je zou denken. Kijk eens goed ook naar waar dat uw centen naartoe gaan. En wie dat er centen in u steekt. If it's too good to be true, it usually is. Je mag investeerders echt serieus onder de loep nemen.
Ik heb al heel vaak meegemaakt dat er soms echt verhalen uitkomen dat je denkt van, wow, oké, doen we niets aan mee. Probeer altijd lokaal te werken. Dus het zijn maar een paar tips. Zijn kritisch. De wereld is niet te flauw, verdomme. Nee, maar we zijn gewoon kritisch. we gaan verder niet. Dit is wel tof. Ik ben heel blij dat ik op dat idee ben gekomen. ik ga een paar tips geven dat je echt kunnen helpen als je eraan begint om zo'n keer een analyse te doen van je producten, van je keten, noem maar op. Keurmerkenwijzer.nl, ik weet dat er .nl bij staat, maar de Belgische merken staan er ook bij. Ik had het daar juist over zo de labels in de supermarkt op je product van oh, dit is vegan, of oh, dit is bio, of oh, dit is fair trade. Op de laatste 10 à 15 jaar zijn er zo'n 100 stickertjes bijgekomen, labels, dat je het echt je product kan vertrouwen. En sommige zijn echt gewoon ja, fantasiekes, dat iets dat ze hebben uitgevonden om erop te zetten, zodat ze je een beetje kunnen bedotten. Weer een voorbeeld van greenwashing. Als je iets gaat kopen of met iemand gaat samenwerken, haal dan een keer door keurmerkenwijzer.nl. Je gaat heel snel zien, zijn die mensen te vertrouwen of is dat gewoon een fantasie dat ze hebben uitgevonden? Check het. Echt een toffe tip. Voordat je met iemand gaat samenwerken, voordat je iets gaat kopen, maakt niet uit. Check het gewoon even. Ook een toffe, ik ga even met puntje 4 beginnen, want dat staat hier recht voor mij, is het impactpad. Dat kan je downloaden. Normaal gezien als ik de presentatie online zet, ga je het ook kunnen aanklikken. Maar het impactpad is eigenlijk een impactanalyse, zoals ik nu een beetje met jullie aan het doen ben. Maar echt met vragen, puntje per puntje per puntje voor jouw bedrijf. Je wordt er letterlijk als een pad, als een gids doorgeleid. Echt een supergoeie oefening om te maken. Ik zou zelfs verder durven gaan. Doe die oefening 2 keer per jaar. Doe die oefening in het begin, doe die na 6 maanden nog eens en blijf dat doen met heel je team. Als je nu alleen bent in je onderneming en binnen 2 jaar misschien 5 of 6 werknemers hebt, ik zeg maar iets. Een impactvol bedrijf betekent dat iedereen op dezelfde golflengte zit en weet wat je mee bezig bent en wat de missie is. Laat het allemaal eens invullen. Super interessant. Keiveel goede insights als ondernemer en als bedrijfsleider ook. Goed. Dan nog 2 toffe plekken waar je terecht kunt. De Punt, dat is in Gent. Ik denk dat de meesten van jullie ook in Gent zitten, zoals mij. Het is een groeiplatform. Je kan daar gaan co-worken. Maar zij zijn elke gespecialiseerd in jou te helpen met als je impact wilt maken. Duurzaamheid. Dan gaan ze je adviseren en noem maar op. Zeker de moeite. En de Sociale Innovatiefabriek, die zit er in Brussel. Dat was eigenlijk een van de eerste organisaties, ja. In België die echt mensen hielpen met sociaal te ondernemen en duurzaam te ondernemen. En die focus is vooral op nieuwe dingen, op die innovatie. Als iemand een goed idee afkomt of hoe dat iets nog kan verbeteren, gaan zij jou daarmee helpen. Dus dat zijn dingetjes dat je zeker al een keer kunt bekijken. Gucci. Even drinken. Alright. Mijn gsm blijft hier afgaan. Oh nee, is allemaal oké. Oké, het verhaal. Dat is natuurlijk een gemakkelijkere voor mij. Hè? Ik ben geen business developer. Wat ik wel ben, is een merkstrateeg. Dus het verhaal creëren. Hoe ga je communiceren? Is dat af? Krijgen de mensen mee? Worden zij ambassadeurs? Dat is wel een dada. Dat doe ik graag. Want dit vind ik ook, dit is ook denk ik waarom dat vanuit een marketing viewpunt het zoveel interessanter is om sociaal te ondernemen dan gewoon, ik heb een product, koop het. Je kunt er echt een movement aan samen, je kunt het tastbaar maken, dat is een hele movement. Als jij zegt van, we proberen een voorbeeld te geven, de mannen. Stel, een blanking, oh ja, hier, nee, kijk, perfect. Je bent bijvoorbeeld een bedrijf zoals Thirdly Green. Thirdly Green is een jong bedrijf opgericht door Axel. En zij heeft een heleboel toffe productjes ontwikkeld eigenlijk, die je kunnen helpen met je zero lifestyle. Zero waste lifestyle, excuseer. En wat doet die? Dus die begon eigenlijk, maar wat gebeurt er omdat ze dat verhaal naar buiten brengt? Er stonden meer dan 20 bedrijven, investeerders, klaar om haar verhaal via hun platform te delen.
omdat het deel is van die community. Het is deel van die movement. Dus wat gebeurt er? Madameke start haar eigen zaak. Ze heeft 20 gigantische bedrijven dat daar aan een supporter zijn, want ze hebben dezelfde missie, ze hebben dezelfde doel. We willen gewoon de plastic uit de oceaan halen. En wat gebeurt er? Na 2 maanden staat Madameke in de tijd. Oké, dat is een duidelijk, ik heb niet wat ik ze Madameke noemen, maar staat ze in de tijd, noem maar op, heeft ze 3000 volgers op Instagram. Zo snel kan het gaan. Omdat je gewoon in een netwerk terechtkomt, in een movement terechtkomt, waar dat mensen u gaan helpen, omdat we hetzelfde doel hebben. Ons doel is niet om winst te maken en om de beste en de grootste te zijn. Nee. Ons doel is om de wereld beter te maken. Dus dat is fantastisch als je daarmee kunt spelen in plaats van gewoon, ik maak winst. Oep, oep, ik heb een duur horloge. Wee. I don't care. We don't care anymore as a society. Dus marketing, uw missie en uw visie, maak dat af. Zorg ervoor dat er geen gaten in zitten. En ik heb het er ook een keer bij gezet. Over wat praat je als je niet sociaal onderneemt? Over wat heb je het dan? Vraag me echt serieus af. Oh, volg en krijg een gratis beker. I don't care. Dus je kunt er zoveel meer mee doen. Maar ik denk wel dat dat logisch is. Dat zijn een paar van mijn favorietjes. Ik hoop dat je de Good Roll kent. Dat is een bekende. De Good Roll, het beste wc-papier ter wereld. Maar wat een fantastisch marketing-idee is dat ook. Want niet enkel gaat het over hun... het feit dat ze paperless en beter een bomen gaan planten en noem maar op gaan doen. Maar ze maken het ook gewoon zoveel leuker. Als ik mijn wc-rollen van de Good Roll elke week of elke 2 weken, hangt er vanaf wat voor een week het is geweest, binnenkrijg, dan ben ik blij. Dat is plezant. Dat is tof. Nog een paar goede voorbeeldjes. Ja, Toontje Colonie heb ik al veel aangehaald. Too Good To Go doet dat ook prachtig in hun communicatie, de movement, alles, noem maar op. En ja, natuurlijk, het is aan u. Dat is verdomme mijn ding. Dus ik ga het ook zeggen als we goed bezig zijn. Het is aan u.com. Oké, en dan de laatste dat ik zeker wil dat je een keer naar kijkt als je impactanalyse doet intern. Wat kan je nu eigenlijk al doen met je mensen? Spreekt voor zich, hè. Gaan ze gaan vliegen? Ga je een trein pakken? Kun je in plaats van een auto, bedrijfsauto geven? Misschien is een elektrische fiets ook wel de moeite. Een workation in plaats van een gigantische meeting en conferentie te doen en noem maar op. Maar vooral wat ik een heel belangrijke vind, is gewoon hoe dat je met je mensen zelf omgaat. Zijn jij een baas of zijn jij een leider? Trek jij mensen naar voren of duwde jij mensen weg? Impact maken moet je ook bekijk je best ook vanuit een HR-perspectief. Hoe ga je met je mensen op? Zijn ze blij? Hoe betrek je? Is er dialoog? Is dat open? Ik denk eigenlijk dat dat waarschijnlijk al iets is waar je nu mee kunt beginnen. En een belangrijke is ook mentaal. Hè? Voelen mensen zich mentaal gezond en blij om daar te werken? Hoe is dat met die tijddruk? Hoeveel dagen congé? Het hoort allemaal bij elkaar. En ja, dat is super obvious, denk ik, op een bureau kan het paperless. Je moet dan even op de tafel kunnen brainstormen. Openheid bijvoorbeeld voor mij, als je transparant en open bent, dan zie ik ook geen bureau voor mij of een kantoor met allemaal aparte vakjes waar dan niemand elkaar kan zien. Dat klopt niet. Snap je? Dat komt echt niet overeen. Dan is het precies dat je weer iets te... Ja, toch weer iets te verbergen. Terwijl de CEO echt ergens heel erg ver weg zit, achter zo... In zo'n aparte kamertje, in zo'n bunker of haar bunker. Klopt dat niet. Oh, dat is een tof voorbeeldje. Ken je Cricket? Die maken bars, zo snacks en zo. Het woord zegt het zelf, van krekels. Eerst in België. Super lekker. Echt de moeite als je al blokken bent of zo. Lekker. Deze quote komt van Voltaire. Don't let the perfect stand in the way of the good. Maar het is eigenlijk een van mijn favoriete quotes gegeven door Jonas Malisse, de founder van Too Good To Go. Ik heb eigenlijk al heel veel reclame voor Too Good To Go gemaakt, ik ga misschien een procentje vragen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat als je een jonge ondernemer bent en je zegt van ik ga de wereld beter maken, je hebt zoveel wat te kijken en dat moet juist zijn, en dat moet juist zijn, en dat moet juist zijn. Maar laat het perfect willen zijn, laat het perfectionisme alsjeblieft niet... de bovenhand nemen in je zoektocht naar iets goed te doen. Want het is het goed doen, het is het impact maken dat uiteindelijk het verschil maakt. Dus nu zou ik heel graag een keer willen kijken naar de verschillende manieren waarop je een impact kunt maken, de verschillende merken, bij wat past ik. En dan zijn we eigenlijk rond.
Dan kun je eigenlijk gewoon vragen stellen en alle mopjes dat je al hebt opgeslagen doorgeven aan mij. Dat ik ook een keer kan lachen. Oké. Okay. Don't let the perfect stand the way of the good. Love you, Jonas. I love it. De impact brands. Ik had voorhand al gezegd, ga voor iets als je je missie en je visie aan het uitschrijven bent. Ga voor iets dat jou echt typeert. Zorg voor echtheid. Zorg dat het correct is. Zorg dat het gewoon niet gelogen is. Allee, het zou heel dom zijn als ik op mijn eigen website dingen zou schrijven zoals, oh, ik ben heel formeel. Ik ben expert. Nee, ik ben helemaal niet formeel. Ik ben veel te enthousiast vaak. En ik zou mezelf nooit een expert noemen. Want ik zoek alles op voordat ik het zeg. Ik ben daar heel transparant over. Op het moment dat ik dat op mijn website zou zetten en mensen komen mij in contact, die gaan denken van, ah, maar dat is gelogen tegen mij. Die is helemaal niet zo. Dus ik ga dat ook niet doen. Ik denk eerder in die trend na. Zijn maar open over je zwakte zoek in plaats van niet echt te willen zijn, al direct een grote baas te willen uitdagen dat dat niet zo is. Impact kan innovatie zijn, kan duurzaamheid zijn, kan de manier zijn waarop je met mensen omgaat, kan een verhaal zijn, kan mensen een platform. Het kan zoveel verschillende dingen zijn. Weet je, laat u zeker niet in een hoekje drijven dat het enkel ecologie kan zijn. Dat het enkel werken met mensen met een beperking kan zijn. Het kan enorm veel dingen betekenen. Dus maak het zeker niet een niche, laat mij zo zeggen. En het hoeft inderdaad allemaal niet perfect te zijn, maar dat hebben we overlopen. Een beetje context over impact brands. Ik weet niet of jullie dit kennen, hè. De profit-only brands, de profit-first brands. Ik heb dat al een paar keer vermeld, die termen. Maar dat zijn zo van die typische merktermen die niet veel inhoud hebben. Dus ik dacht, ik ga die een keer rustig met jullie overlopen. Wat dat juist is en waar dat jullie misschien zelf naartoe kunnen werken. Welke past bij jou? Wat dat zeker mogelijk is. We gaan met de eerste beginnen en dat zijn profit-only brands. Het woord zegt een beetje zelf, hè. Die hebben niet zoveel draagvlak. Die gaan niet echt per se bijdragen tot de maatschappij. Die communiceren niet vaak zo transparant. Van die vijf principes zouden overlopen. De missie, de transparantie, financiën, blablabla. Daar zijn ze niet zo goed in. Hun purpose marketing, zeggen van dit is waar ik voor ga, dit is mijn missie, dit is mijn visie. Die zien dat eerder als iets om hun reputatie of hun imago op te leuken. Snapte? Ja, ik ga niet te veel namen noemen, want misschien krijg ik ook je dat in de problemen natuurlijk. Maar dat is zo bijvoorbeeld het idee van... wij maken kleding, bijvoorbeeld, die enorm slecht geproduceerd is. We weten niet echt door wie. Misschien kindjes, misschien... Maar wacht, je kan nu wel punten scoren als je kiest om een kledingstuk te kopen dat met biokatoen is gemaakt. Yay! Dat is een profit-only brand. Ik heb geen namen genoemd, hè. Ik heb geen namen genoemd. Ze gaan het eigenlijk gebeuren om te gebruiken om zo mee op die... te jump on the bandwagon. Weet je wat ik bedoel? Om zo mee... Oh ja, kijk, we zijn ook groen. Typische greenwashing. Die Fiji water, dat mag ik nu wel zeggen. Zit daar bijvoorbeeld in? En zit daar toekomst in? Nee. Als je het aan mij vraagt, zeker niet. Maar ook als ik de cijfers erbij haal, niet. De meeste bedrijven zijn eigenlijk meer en meer aan het overstappen naar die volgende fase. Hier, de profit first brand. Dus wat is het verschil tussen een profit only brand en een profit first brand? Is eigenlijk dit. Dat zijn vaak reguliere merken die we kennen. Coca-Cola's, Bol.com, Google, Engie, noem maar op. En zij zien eigenlijk het duurzame aspect of het sociale aspect echt als toegevoegde waarde. Echt als iets dat ze aan hun klanten of de mensen die dus met hen gaan samenwerken kunnen toevoegen. Zo van hier, en dat is ook een keer een cadeau voor u. Dus het staat niet centraal in hun bedrijfsmodel, in hun businessmodel. Het is iets dat ze doen eens dat iemand vaak al klant is. Misschien een klein beetje om hen over de schreef te halen, maar vaak niet. Hoe dat een Engie bijvoorbeeld gaat communiceren, is in 80% van de tijd eerst, het is het goedkoopste, kom naar ons. En eens dat de mens bij hun is, dan aan een telefoon of in een brief, en kijk, het is ook groen. Proficiat, goed gedaan, dank u.
Dat heel vaak. Dus het is een toegevoegde waarde. Maar ze denken wel echt aan hun imago. Ze denken wel echt aan het feit van, dit is belangrijk en we willen hier meer en meer en meer op inspelen. We gaan eerst winst maken. Dat blijft onze eerste prioriteit. Maar goed doen is echt wel een toffe extra. Waar we hopelijk mensen nog blijer mee kunnen maken. Is dat slecht? Dat is niet slecht, dat is alleszins een stap in de goede richting. En de meeste bedrijven kiezen ook wel echt voor dat soort brand. Hè. Het impact, de profit first, maar impact matters. Maar je moet wel echt super kritisch zijn, want af en toe is het nog zo in nog zo'n fase van heel die nieuwe opkomende sector, dat de profit only en de profit first heel vaak nog zo wat met elkaar verstrengeld zijn. Dus jij als kritische burger moet daar echt, echt, echt naar kijken. Ga op onderzoek, klopt iets wel? Laat u niet in de luren leggen door een of andere geweldige marketingstrategie. Zij altijd eerst kritisch. Moet zelfs niet luisteren wat ik nu aan het vertellen ben. Ga zelf op onderzoek, bekijk het allemaal rustig. En voordat je echt gaat kopen of voordat je echt gaat doen laten investeren, ook iets bijvoorbeeld, bekijk het even heel grondig op basis van de impactanalyse die je hiervoor hebben gekregen. Product, gevolg, impact, verhaal, mensen, intern. Zoek het even op. Maar zoals ik hier al heb gezet, die profit first brands zijn wel heel vaak interessante investeerders. Want die willen echt wel hun merk een extraatje geven. De impact first brands, dat is waar ik mij vooral mee om ontferm en waar ik vooral mee samenwerk. En af en toe komt er een profit first brand naar mij en zeggen ze van kijk, dit werkt niet meer voor ons. We hebben een nieuwe CEO of we hebben heel veel nieuwe mensen, een nieuwe generatie die bij ons komt werken. Help ons. Hoe kunnen wij wat dat we nu doen omzetten naar een impact first brand? Komt erbij. Het eerste, het belangrijkste dat een impact first brand typeert, is winst is een middel. En het is geen doel op zich. We gaan ons winst gebruiken om mensen blij te maken, om mensen te helpen, om de planeet, whatever, wat dat uw visie ook is of uw missie ook is. Daarvoor maken wij winst. Wij willen niet afhankelijk zijn van overheden of van loesje typicus. Ik zeg niet meer iets. All right. Het is winstgevend. Ze maken geld. Ze gaan een kind om te kopen. Allee, zo, dat mag allemaal. Hè. Het is geen goed doel. Snap je? Ik ken dat af en toe als ik te goed te go aan mensen uitleg. Dan zeg ik keivaak mensen. Maar dat is een goed doel, dat voedselverspilling. Nee. Too good to go is geen goed doel. Dat is een bedrijf. Dat is een heel goed werkend bedrijf. Maar impact first bedrijf. En dat is dus niet enkel in wat ze doen of wat producten, diensten. Maar het gaat verder, maar dat heb ik al een paar keer uitgelegd. Dat zal wel binnen liggen nu. En naar mijn gevoel is dit wat de toekomst is. Is dit wat dat bedrijven meer en meer gaan doen. En binnen 50 jaar is die markt onherkenbaar. En ga, misschien is dat heel, heel idealistisch van mij. Maar dat is ook wat ik hoop. Is dat alle mensen die hier nu zitten, onze generatie, daar naartoe gaan willen werken. En ook als burger en als klant ook enkel zijn centen daaraan gaan willen geven. Van al die brands is dit eigenlijk het merk dat het snelste groeit. Iets om over na te denken. Ik ga hopelijk in de toekomst heel veel werk hebben. Laten we hopen. En dan de laatste. En waarom heb ik het erbij gezet? Misschien moet ik een keer teruggaan. Maar je zag zo in het begin dat er zo'n pijltje stond. Hè, van de profit only naar dit. De impact-only brands zijn ook een omgekeerde beweging aan het doen. Impact-only brands zijn, je ziet het hier staan, de UNICEF, een Rode Kruis, een WWF, Gaia. Snap je, echt zo typische NGO's of activistische organisaties heel vaak. Dat zijn geen bedrijven, dat zijn organisaties. En ze krijgen centen van de mensen die in hun geloven. Ze krijgen donaties, ze krijgen subsidies, noem maar op eigenlijk. En zo, enkel aan die centen gebruiken ze eigenlijk enkel om hun visie of hun missie te gaan realiseren. Zo simpel is het. We hebben helemaal in het begin gezien dat die aan vertrouwen, dat die vertrouwen aan het verliezen zijn. Dat is ook het eerste dat je gaat zien in de media. Ze hebben hun geld hier aangegeven, ze hebben hun geld hier aangegeven. Maar ze maken geen winst. En mensen vinden dat echt zo. Die maken geen winst. Ik vertrouw dat niet. Iedereen wil toch een bekken centen? Iedereen wil toch kunnen... Ja, daar werken mensen vast bij natuurlijk. Hè. Maar er is niet echt een echt businessmodel om geld te genereren. Ze verwachten het elke beetje van anderen. En wat ik doe met die pijl is, de meeste impact-only brands merken meer en meer op van
oh, dit werkt eigenlijk niet voor ons. Dit is heel erg veel werk om fondsen te werven. Ik ben 5 jaar lang fondswerver geweest. Ik werk nog altijd samen met WWF bijvoorbeeld. Ik vind dat een fantastische organisatie. Maar elk jaar komen ze echt een stuk dichterbij om toch een klein beetje meer als een bedrijf te gaan denken. Om keuzes te maken, om te gaan investeren, om zelf ook te groeien als organisatie. En dat is eigenlijk wat je dus over in heel die sector nu meer en meer ziet gebeuren. Dat is profit-only brands. En impact-only brands gaan meer en meer naar dat middel. Beginnen meer en meer als een bedrijf te denken. Als iets waar dat impact first eigenlijk komt te staan. Dat is waar we naartoe gaan. En ik ben van het idee dat je daar best nu mee op die boot springt en er nu over na begint te denken, dan binnen 20 jaar, als je helemaal opnieuw zou moeten beginnen. Dat is ook een beetje het doel van mijn presentatie geweest. Ik ga nog 4 tips, ik denk dat het 4 tips zijn, 4 tips meegeven en dan ga ik echt mijn bek houden. En dan moet je echt zeggen wat je wilt tegen mij en tips geven en uw vragen. Ik ga ze proberen zo goed mogelijk beantwoorden. Maar mijn laatste tip voor jullie. Bekijk impact alsjeblieft breed. Impact is meer dan gewoon zero waste, ecologisch, een zaadje planten, een boompje planten. Nee, het is circulair, het is een geheel gegeven waar je actief anderen bij gaat betrekken. Impact maak je nooit alleen. Altijd samen. En dat maakt het ook zo tof, by the way. Kom in een fantastisch netwerk terecht. Impact first is voor mij ook heel vaak, omdat het zo menselijk is, heel goed onderscheidend. Er zijn zoveel verschillende manieren waar je kunt aanpakken, dat je dat heel uniek mag maken. Jij bent uniek. Jij bent niet, ik ben niet gelijk Lopke. Lopke is niet gelijk iedereen is super uniek daarin. Probeer niet te veel hetzelfde doen als een ander. Dat marcheert toch niet. Gooi je visie, je missie, je waarde, je persoonlijkheid. Gooi alles eigenlijk in de strijd om jezelf echt te gaan onderscheiden van de rest. Begin klein. Dat is hopelijk wat jullie vandaag eigenlijk al mee aan de slag gaan gaan. Begin klein. Je ziet veel voorbeelden van een too good to go. Want eigenlijk best, ik heb het al Bill Gates genoemd. Samen wij niet. Bedoel, doe op je gemakje. Begin klein. Kijk, hoe gaat het met je mensen om? Hoe gaat het dit doen? Gaat het een trein pakken of gaat het een vliegtuig pakken? Dat zijn al kleine dingetjes. En het feit dat je hier zit en de moeite wilt doen, dat zegt toch ook al iets, dat je ermee bezig bent. Dus chapeau, good for you. Ik denk dat het de laatste is. Oh, dat was de laatste. Oh, even teruggaan, sorry. Je bent niet alleen. De afgelopen paar jaren, toen ik die aan u heb opgericht, toen ik bij Timmy terechtkwam, ben een beetje gedropt geweest eigenlijk in een ongelooflijk netwerk. Ik heb nog nooit zoveel passie gezien. Ik heb nog nooit zoveel hulp gekregen in heel mijn leven. Dat is ongelooflijk. Als ik een vraag heb, ik krijg telefoon. Ik zal daar wel mee helpen. Het is ongelooflijk gewoon. Je komt echt terecht in een van de meest fantastische netwerken ter wereld. Smijt u. Je gaat er echt van genieten. Want zoals ik er juist ook zei, we're not in it for the money. We're in it to help each other. En dat is echt, echt, echt tof. Dat is veel toffer als in dat te concurreren. En je moet dat vechten voor je plek. Dat is hier een stuk minder aanwezig. Ik vind dat alleszins heel tof. Tizanu.com is een van die netwerken. Hè. Dat zijn alle mensen waar ik de afgelopen paar jaren mee heb samengewerkt. En er komen er elke week komt er één of twee bedrijven bij. De Jonas, Vanessa, hier, Gilles, Pieter en Sebastiaan, ook van Gentrepreneur, Wave 13. Er zijn er zoveel. Margot komt morgen ook voor jullie ook spreken. Opgereed. En je ziet, er zijn superveel mensen waar ik bij terecht kan en die me heel veel liefde gaan ondersteunen. Neem zeker eens een kijk op tizanu.com als je wat verhalen wilt lezen of wat interviews wilt kijken. Ze zijn allemaal gratis. Ook wat mensen, je kunt volgen op Instagram. Als je zegt van, ik ga nu niet echt op onderzoek gaan trekken, ik wil gewoon wat interessante mensen volgen en een beetje geïnspireerd blijven of zo. Stayed Britney, tizanu.com, The Good Trade, ze staan hier allemaal op. Er zijn ook heel veel Gentenaars bij. Laat je inspireren. Kijk, wat is er mogelijk? En kijk een keer zelf van, wat kan ik nu juist nog gaan doen? Hoe kan ik mij gaan onderscheiden? We zijn rond. I did it. Done. All right. Als je hulp nodig hebt met je brand, bel mij, sms mij. Wil je netwerk
doe iets. Echt, ik sta klaar. Dit is wat ik doe. Dat is mijn passie. En nu wil ik vooral echt keigraag mopjes horen. Alsjeblieft, zijn er. Mark, voordat we mopjes smijten. Eerst heb ik eens merci zeggen voor de mooie presentatie en de enthousiaste presentatie. Ik vond het zelf bijzonder interessant. En ik zou graag al